Dan gaan we. Dan pas heb je door hoe snel deze machine eigenlijk doordraait. Snap je waarom je fit moet zijn? Maar die noten, die zullen eruit komen. Badam, bam! Het was een heel goed concert. Het was heel gaaf. Heb je hem? Goedemorgen, Perry. Goedemorgen, Lotte. Hoe gaat het? Ja, het is vroeg, hè? Het is eigenlijk zoals elke dag. Het is nu 8 uur. Ik ben nu in de buurt van het concertgebouw. En ik ben vanochtend om 7 uur vertrokken thuis. Maar goed, ik kies ervoor om de files voor te zijn. En zodat ik straks op mijn gemak in ons eigen huis kan gaan studeren. Mijn naam is Perry Hoogendijk en ik ben sinds 2004 solotubist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Dit is eigenlijk gewoon mijn mondstuk van mijn tuba. Dus in feite is dit hoe je tuba speelt. Snelweg, dan doe ik deze oefeningen. Vast om mijn lippen vast een beetje wat losser te maken. Ja, we repeteren vanochtend de 6e symfonie van Tchaikovsky. Vanavond hebben we een concert. En meestal vul ik dat dan op met ook met lesgeven en andere zaken. Zo. We zijn er. Nou. Goedemorgen, Wolfje. Hoi. Komen we bij het ACO House aan. Gaan we even naar mijn studiekamer, zou ik maar zeggen. Kom verder, man. Ja, dankjewel. Ik heb de chef. Ben je de eerste weer, hè? Ben ik de eerste? Ja, niet. Ja, gezellig. Niet. Nou. Kom verder. Goedemorgen. Ja, het verbaast mijzelf ook nog wel eens dat ik gewoon elke dag, als ik dan weer ook wel soms een beetje vermoeid of vroeg, gewoon dat instrument uit die tas pak. Ja, dan word ik toch al heel blij om dat instrument te zien en te pakken en beter te houden. En dat is heel belangrijk, denk ik, dat je echt een soort van, liefdesverhouding is wel een raar woord. Maar ja, het is een enorm cliché misschien om te zeggen, maar die tuba's zijn echt een soort verlengstuk van jezelf, van wat je wilt doen. Dus soms heb ik het instrument in mijn handen en dan heb ik niet eens het gevoel dat er echt een enorm, dat ik een enorm apparaat in handen heb. Er zit er gewoon eigenlijk iets tussen en ja, zo maak je geluid. Je wordt ook wel eens gevraagd waarom je dan tuba bent gaan spelen. Maar ik was 16 toen ik overstapte van de tenortuba naar de bastuba. En zo heel bewust weet ik het, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om laag te spelen en om zo'n groot instrument vast te houden. Dat vind ik gewoon eigenlijk het leukste instrument, het leukste wat er is voor mij. Dus ik word daar nog steeds heel erg blij van. Maar eigenlijk in de ochtendsessie, het zijn allemaal basisoefeningen het is eigenlijk net als een topsporter, dat je je basisdingen doet, je stretching, je basisfitheid, zullen we maar zeggen. Dat is eigenlijk wat ik 's ochtends doe. Gaan we heen, Benny? We gaan nu naar de repetitie. We gaan naar het concertgebouw. Dus we moeten een beetje doorlopen. Want we zijn een beetje laat, maar wel heerlijk ingespeeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hans. Ja. Hey man. Goed? Hey Jurgen. Het is nog een interessante slalom soms hier af en toe. Niet stoten. Nou, het is ook grappig dat je dat inmiddels ook wel gewend bent. Terwijl het luistert best nauw. Waar zijn we nu dan? Dit is aan de achterkant van het podium. Dus we komen zo meteen, als je naar het orgel kijkt,
Aan de rechterkant van het orgel kom je uit. En omdat wij achter het orkest zitten, is dat soms een handige route dan helemaal over het podium heen te moeten klimmen. Dus vandaar dat we dan altijd deze route pakken. Even de rotzooi van mijn contrabascollega's opruimen. Nou, ga ik mijn plekje vinden. Zo. Weet je wat het is? Jarenlang is het mijn droom geweest om in dit orkest te komen. Dus eigenlijk van jongs af aan kwam ik hier al in het gebouw. En dan heb je die droom van, god, ik zou toch heel graag in dit orkest willen spelen. En nou ja, ik bedoel, hoe realistisch is dat? Maar goed, dat je daar dan op een gegeven moment steeds dichterbij komt en dat het op een gegeven moment lukt om dan zo'n proefspel te winnen. Ja, bij wijze van spreken, als de dag van gisteren kan ik me dat nog herinneren. Het moment dat ik te horen kreeg dat ik werd aangenomen. Dus ik word er nog steeds heel blij van. Ja. Ja, ik speel hem niet te sterk hoor. En dan die ook echt doortrekken nog. Die papi. Want hij wil echt die witjes ertussen. We hebben tijd gehad om adem te halen. Hoe was de repetitie? Ja, was fijn. Was prettig. Ja, een beetje doorloop. Dus we weten waar we aan toe zijn voor vanavond. Klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. En wat ga je nu doen? Ik ga nu even een koffietje drinken en lunchen. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Heb je het even doen? Ik wacht even met de soep hoor, anders dan... Je speelt in een van de beste orkesten ter wereld. Ja. Hoe hou je dat vol? Hoe hou je dat vol? In positieve zin. Ja, dat is een goede vraag. Het begint erbij dat je gewoon fit moet blijven. Dus qua spelen, maar ook algemene fitheid. Dus je moet een beetje op drank gebruiken zo, en eten letten en sporten. Zodat je je gewoon lekker voelt. En dan is het eigenlijk is er niets aan de hand. Het is zo'n geweldige machine waar je in meedraait. Dan vliegen de weken voorbij. Nou ja, wat we vanmiddag zullen zien is natuurlijk het lesgeven. Het komt er allemaal bij. Daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Nou, we gaan nu met de tram en met de metro gaan we naar het conservatorium. Ik kan eerlijk zeggen, soms denk ik wel eens van, oh jee, dan moet ik de hele middag lesgeven. Maar dan kom ik er vandaan en denk ik, wauw, dit was heel gaaf. Gewoon omdat je of ik heb kunnen helpen, of soms dan heeft zo'n student ineens een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En ja, dat vind ik het mooiste wat er is, eerlijk gezegd. We gaan nu eerst Alberto even opzoeken. En Alberto is slagwerkacademist bij ons in het orkest. En die wil heel graag het programmaatje voorspelen voor een auditie. Maar dat is handiger om dat hier te doen, omdat ze hier al die slaginstrumenten hebben. Dus we gaan hem opzoeken. Hey Alberto. No. Wauw. Wauw. Gaaf. Ja. Mooi. Leuk. Ja.
I have some small things that I I want to discuss with you. Mm-hmm. Yum, ba-dum, bam. Maybe. Is that, I don't know if it's possible, yeah. You know? Yeah? Nice. Good. Yes. Yeah. And how about yes, so this is Nestor. He's one of my tuba students, and he's actually using the loop station. This actually brings to me that in this case I can learn from my students, because you know they figure out this and I kind of go, yeah, you know, can you tell me how you do this? So now you're going to experiment with it. Yes. All right. Okay, so when you play louder, you get more response, no? Mm-hmm. Is that true? Yeah. Did you experiment, by the way, with the microphone not so close? I want it back. Alles zit erop hier. Lesgeven is gedaan. Dus klein dipje, even op het moment. Maar het is een lange dag. We gaan de volgende etappe. Dat is, we gaan even een bezoekje brengen aan een masterclass voor euphonium. Die wordt eigenlijk georganiseerd door een collega van mij, een ex-student Rodin Roosendaal. Dus Steven Mead is daar is een van de euphonium coryfeeën. Dus ik moet daar heel eventjes binnen lopen bij die winkel om even mijn gezicht te laten zien en even gedachten te zeggen. Dus dat gaan we nu even doen. Ik denk wel eens na over wat er gebeurd zou zijn met mijn carrière als ik destijds in 2004 niet was aangenomen in het Concertgebouworkest. Of ik dan überhaupt nog tuba had gespeeld, hoe mijn leven er dan uit had gezien, dat weet je natuurlijk niet. Het is zeker een uitdaging om deze lange dagen en deze stressvolle concerten, repetities, om dat vol te blijven houden. Want op het moment dat het even wat minder is of dat je minder fit bent, dan pas heb je door hoe snel deze machine eigenlijk doordraait, zullen we zeggen. En dat is geen enkel probleem als je zelf lekker in je vel zit, maar dat is wel van belang dat je daar echt voor waakt. En dat is iets ook wat ik probeer aan mijn studenten mee te geven. Is dat je niet je beste niveau haalt in de tijden dat je je supergoed voelt. Maar wat is je beste niveau op het moment dat je je wat minder goed voelt? Maar het bijzondere is dat eigenlijk van vele van mijn voorgangers in het orkest, bijvoorbeeld Peter Masseurs, die heeft mij ooit wel eens een keer een geweldig advies gegeven. Dat was in mijn eerste 2 jaar dat ik tegen hem zei, Peter, ik weet niet hoe ik dit moet gaan volhouden, want het gaat zo rap. En ik voel me soms eigenlijk best wel slecht op het podium. En toen zei hij tegen mij, ik voel me eigenlijk 90% van de tijd voel ik me slecht. Maar die noten, die zullen eruit komen. En dat beeld zal ik niet gauw vergeten. En dat hij dat ook tegen mij zei, dat hij ook gewoon dag in dag uit weer gewoon keihard moet werken om dat niveau te halen. Hallo. Hey. We do two. Let's do two. Good to see you. Good thank see you very too. Much. Yeah. Yeah. So they follow me the whole day. Yeah. And, filming. Whole day. Yeah. Lunch. Everything. Everything. Like this morning, a warm up. Everything. Wow. So a long this is day. It's like already. A 10-hour movie. Yeah. Net gegeten. Ja. En wat ga je nu
Nou, ik ga me nu even afzonderen van jullie. Ik ga eventjes mijn eigen ding doen, nog een beetje studeren, even een beetje concentreren. En even klaarmaken voor het concert. Ik zie jullie later. Happy dump! Oké, dan gaan we. Snap je waarom je fit moet zijn? Als je hierboven bent, dan moet je best even uitblazen. Oké. Nou, veel plezier. Ik heb niks meer te zeggen, jongens. Ik ben uitgevrongen. Hoe was het in één woord dan? Het was een heel goed concert. Het was heel gaaf. Ja, ik ben heel blij. Eigenlijk na zo'n lange dag en zo'n energieconcert spelen, was echt super. Dus, precies waar we het over gehad hebben. Ik sta nu echt stijf van de adrenaline. Maar straks dit autootje, dan zakt dat alweer. Dus, maar het vond heel mooi. Ik zit dus al sinds 2004 in het Concertgebouworkest. En voordat je het weet, zijn er eigenlijk 10 jaar voorbij. En dat is ook wel heel erg eng van dit orkest. Dat het gaat zo snel. Er heeft een keer een collega tegen me gezegd die 40 jaar in het orkest zat. Zei van, het is voorbij voordat je het weet. En dan op een gegeven moment weet je ook gewoon zeker van dat je hier gewoon thuis hoort. En dat je hier gewoon de rest van je carrière in dit orkest blijft zitten. Ik heb ook niet de behoefte om... naar een ander orkest uit te kijken. Ik ben hier gelukkig in dit orkest en op deze plek. Dus ik ga hier nooit meer weg. Dag jongens! Het blijft echt zo'n leuk stuk om te spelen, eigenlijk, vind je? Ja, toch? Oh, dit is het enige stuk... Niet wat... tweede niks of zo. Je bent gewoon lekker... Ja, dat is echt super. Wel trusten. Wat wil je nog meer horen? Goodbye. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, het was heel gaaf samen. Het was echt. Het is alweer voorbij voor je het weet, hè? Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Het was best een korte lange dag. Nee, het was wel een lange dag. Echt, echt wel. Maar nee, super, super. Ik stap gewoon nu in en ik rijd nu weg. Ja, oké. Okay. Goed zo. Nou. Doei. Doei.